je nou precies aan het doen hier? Vertel eens. Ik ben aan het uitdelen briefjes voor de ouders die komen helpen. Zodat ze weten waar ze kunnen inspringen. Wat vinden jullie ervan om dit geopend te krijgen? Vertel eens. Ik denk dat het wel leuk is. Je denkt dat het wel leuk is? Ja. Ga je daar ook pannenkoeken bakken en wat dingen allemaal? Of, ik ben hier nog nooit geweest, dus het zou wel leuk zijn. Ja, wel aan winst, dat je zegt, ik kan hier lekker gaan spelen. Ja. Jullie allemaal er zijn. Natuurlijk. Allereerst. Jullie kinderen. Want deze polder, de speelpolder, is voor jullie gemaakt. En natuurlijk ook voor de andere kinderen die nog op school zijn. Want in Bergambacht is er al één en in Stolwijk en hier dus ook één, heeft een naam. En ik heb eigenlijk twee kinderen nodig uit één familie, een broer en een zus, die mij gaan helpen, want zij hebben de mooiste naam bedacht. En Sjoerd, hoge door. Geef me een hand, dat is Sjoerd. Ik kan niet zien wie Sjoerd is eigenlijk, hè? Kijk, dit is Sjoerd. En Sjoerd heeft met Eva, moet Eva ook optillen, Eva? Oké. Gaan we doen. Dit zijn de winnaars, zij hebben de goede, de mooie, naar de fotograaf kijken, de mooie naam bedacht. En Eva, hoe gaat die heten? Kan je het al verklappen in de microfoon? Ja, de tiendetuin. De tienttuin. Bij de tientweg. Prachtige naam. Deze speelpolder, applaus heeft het. U zelf onthullen op het bord achter onze rug, staat die naam. Er hangt nu een papier overheen, zie je dat, Sjoerd? Dat papier? Dat mag je er nu afscheuren. Dat mag echt van die mevrouw, van die poldergirls. Want je hebt nog meer van die papiertjes, die mag je er afscheuren. Er staat precies wat je mag doen en dan staat daar de naam achter. Ze gaan het nu doen. Wij tellen eventjes, hè. Even wachten. Iedereen. We gaan het tellen van 5 naar terug en als het 0 is gaan we doen. 5. 4, kom op, hè. 3, 2, 1, 0. Ja! Gaat-ie? Gaat-ie. Ja. De andere ook nog. En hij is officieel geopend, de tienttuin. De wijkagent, ik zag net de wethouder zeggen, alles moet netjes opgeruimd worden. En dat, daar was u ook blij mee, begrijp ik. Ja, daar ben ik ook blij mee. Ik vind dat het netjes moet blijven. Ik ben heel blij met deze speelpolder. Ik vind het hartstikke leuk voor de jeugd. Ik denk, kunnen ze mooi lekker spelen en rustig aan gang gaan. Dus ik ben er heel blij mee en ik hoop dat ze het netjes kunnen houden. Maar hij gaat er vanuit helemaal goed gaan. Je kent hier papa immers, neem ik aan. En dit is de jeugd, die heeft hier de toekomst en die kan hier lekker rovotten. Ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Ja, ik ken ze wel. Het gaat helemaal goed komen. Ja. Ik ben hier bij de opening van de speelpolder, die de tientuin is genoemd. En ik ben in gesprek met... Wethouder Zegers. Wethouder, u was nogal enthousiast over dit hele gebeuren. En er ging aardig wat papier aan vooraf. Maar vertel eens, wat is de opbrengst van al dit papier? Er is heel veel vergaderd, maar nu is er een prachtige speelpolder waar kinderen in de buitenlucht, in de polder kunnen beleven. En dat is waar het om gaat. Dat kinderen leren spelen, ontdekken. Terug naar de natuur. Uitermate mooi initiatief. De vierde polder hier in de Krippende Waard, speelpolder. En deze dan in Oudekerk. En ik ben natuurlijk enorm trots, want een hoop kinderen zijn er gelijk al, hè? Fantastisch, zijn de kinderen van school uitgenodigd, maar we hopen er ook vorige week al, toen het aangelegd was, net, daar zijn er heel veel kinderen uit de omgeving geweest om daar te spelen. En om er gebruik van te maken, dus het leeft wel echt bij de mensen. Dus de speelpolder is gewoon top voor de jeugd. Succes voor Oudekerk. Terecht. Ik weet niet wat de bedoeling is van Kevin. Zo. Ja. Hallo. Zo. Ja, alles netjes uit elkaar. Wat bent u precies hier om doen, mevrouw? Leg het eens even kort uit voor mij. Ja, wij zijn aan het papier maken, meneer. Tenminste, dat gaan we proberen. We hebben papier van stof, papier en onkruid. En dat gaan we combineren met elkaar. Ik ga het gelijk laten zien. U kan meelopen naar de pulpplaats. Neem jullie beker mee. Dan gaan we hier verder.
beker met wit. Is dat het recept? Dat is het recept. Kijk. Paardenbloemstelen, aspergeschillen en gemalen spijkerbroek. En dat is het recept en dan krijg je papier. En dan krijg je papier. En is dat dan ook voor de Efteling? Papier hier? Ja, ja. Nou, deze niet. Die moet je zo mooi maken dat je die niet weg gaat gooien. Maar wat overblijft kan zeker. Kijk, ik ga paars maken. Zie je? Ik heb rood en blauw. Dus je kan met deze kleuren ook nog een kleurtje maken. Iedere beker mag vol of bijna vol. Dan gaan we hier allemaal weer samenkomen. En als iedereen een beker vol heeft, gaan we verder. En wat zijn we hier allemaal precies aan het doen? Vertel eens. We zijn hier vlindertafels aan het maken. Vlindertafels? Ja. En wat mogen we daar weer voorstellen? Dat zijn mooie vlinders, die hebben we gezaagd. En die maken de kinderen met mooie kleuren. En dan zetten ze hem op een stokje in de tuin. En dan leggen ze er een rotte banaan op. Of een appel of zo, die niet meer goed is voor de kinderen om te eten. Maar de vlinders vinden dat dan juist heerlijk. Dus dan kunnen ze goed kijken hoe vlinders eruit zien. Dat is precies wat we hier aan het doen met de kinderen. Meneer, wat bent u aan het doen met de kinderen? Thijs, jij? Meneer, wat bent u aan het doen met de kinderen? Leg het eens uit. Wij zijn hier routebordjes aan het maken. Want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk kinderen hier de speelpolder in laten komen. En dan gaan we door middel van deze bordjes doen. Die gaan we straks vanuit de wijk ophangen door het bos richting speelpolder. En dan kunnen alle kinderen de speelpolder bereiken. Bijbrengen, vertel eens. We zijn zo timmeren leren. Aan het timmeren leren. Timmeren leren? Ja, ja. Jij kan al timmeren. En wat gaan jullie timmeren dan? Ze zijn vogelhuisjes aan timmeren. Ja, kijk. En is dat voor vogels of voor vlinders? Nee, alleen voor vogels. Ja, wat denk je? Nou ja, zeg het maar. Kijk, nu past hij erin. Want als je hem kan nog niet goed erin zit. Je kan het beste volgens mij de hamer met twee handen vasthouden, de steel. Die kun je nooit op je vingers landen, hoor. Dat is waar. Met je dan gaat hij heel wat krom. Dus, precies aan doen. Meneer, leg het eens even uit voor mij. Ik ga aan het vuur stoken. Aan het vuur stoken? Ik ga zo meteen een broodje bakken. En een broodje bakken dadelijk. Ja, en in het vuur gooien, dan is die gelijk. Dan is dat niet gevaarlijk? Ja, het is levensgevaarlijk. Dan gaan jullie gewoon erbij zitten. En...